Hallo, dag liefste Leo. Welkom op jullie wekelijkse tarotlezing, waarin ik boodschappen neem voor jullie voor de volgende week. Deze lezing is goed voor Leo, zowel in zonteken als ascendant, als eventueel ook maanteken. En in een aparte video heb ik de astrologie voor de aankomende week beschreven. Daar spreek ik over één grote transit die zeer bepalend kan zijn voor ons allemaal en uiteraard voor jou ook, liefste Leo. Dus ik nodig je uit om zeker eens te gaan kijken. Kijk boven alles voor je zonteken, maar eventueel ook jouw ascendant. Die twee kunnen heel mooi correleren. Dat gezegd zijnde, mocht jij interesse hebben in een online private reading bij mij, kan je dit ook altijd aanvragen door gewoon mij een mailtje te sturen naar gaelstarot@gmail.com. En je kan mijn e-mailadres ook altijd onderaan deze video vinden in de beschrijvingbox. Daar kijk je gewoon eventjes op. Zo, wij gaan er direct induiken. Ik begin mijn readingen of lezingen altijd met enkele orakelkaarten. Die leggen voor mij heel mooi de basis, komen tal van mooie boodschappen uit naar boven. En daarna spring ik over naar de tarotkaarten zelf. Al mijn decks zijn altijd op voorhand geshuffeld per sterrenbeeld. Dat geef ik gewoon eventjes mee, doe ik off-camera. Meeste van mijn decks zijn Engelstalige decks, maar ik zal ze direct vertalen en verklaren voor jullie. En ik geef voor de nieuwe mensen ook altijd mee dat ik tweetalig ben. Waarom zeg ik dit? Omdat ik luidop connecteer met mijn kaarten in het Engels. Ik ben ook Britse, niet enkel Vlaamse. Daardoor geef ik dit eventjes nog mee. Dat gezegd zijnde, we gaan er direct in duiken. Goed, ik heb een nieuw deck. Heel leuk deck, vind ik zelf. Heel mooi, maar uiteraard ken ik nog niet alle kaarten. Ik heb ze wel allemaal al doorlopen en ermee gewerkt. Maar tegen dat je alle orakelkaarten kent, dan zitten we 30 jaar verder. En het hoeft ook niet. Dus mijn boekje ligt hier ook klaar. Indien het nodig is. Alright, here we go. Show me what else I need to know, please, for Leo, for the collective, for next week. Any general messages? Thank you. Okay, we beginnen met twee kaarten. Wow. Je hebt de freedom kaart en je hebt de knowledge kaart. Oeh, oké. Okay. Dan gaan we toch dat boekje erbij nemen. Het zijn hele kleine tekstjes, dus het duurt echt wel niet lang. Maar ik vind het wel belangrijk dat jullie de juiste tekst krijgen of de juiste betekenis. Nu, de knowledge kaart spreekt sowieso al over iets dat jij aan het leren bent. Take a moment to think things through. Neem eventjes tijd om bepaalde zaken te analyseren, als het ware. Think as well as feel the right direction. Ja, er wordt gevraagd om niet enkel te denken, maar ook te voelen in welke richting jij wenst te gaan. Get clarity and become focused before stepping forth. Ja, en kijk eens dat je duidelijkheid hebt, zegt deze kaart. Hè. Voordat je bepaalde stappen in een richting zet. Take care to have thoughtful communication with others. Ja, en probeer zo goed mogelijk en zo lief mogelijk te communiceren met anderen. Liefste Leo, we zitten nog in jullie seizoen. Als het deze week jullie verjaardag is of volgende week, gelukkige verjaardag alvast. Maar de energie is zo wat tricky momenteel. Binnenkort zal Mercurius terug overgaan in jouw teken. Dan wordt die passie terug geactiveerd in onze manier hoe we communiceren. Hè? Die eigen mooie eigenschappen van jou. Dat kan leiden tot bepaalde misinterpretaties, zal ik dan maar meegeven. Als je communiceert met de mensen waarbij je samen woont of met je partner of zo. Dus let daar eventjes op. Dus so take care to have thoughtful communication with others. Let op jouw communicatie. Communicatie, dat is de eerste. En ik heb ook de Freedom Card. Ik heb het boekje in mijn hand, we zullen maar verder lezen. De Freedom Card, nummer 13. Fantastisch mooi. This is the time to express yourself. Don't hold back. Choose life on your terms. Don't be trapped by the expectations of others. Ja, dat is zo die gulden middenweg, hè? Dat die kaarten over spreken. Die ene kaart zegt, let op wat je zegt tegen anderen, hoe je het eigenlijk wel zegt. En die andere kaart zegt, je hebt alle vrijheid. Zet jezelf op nummer 1. Laat je niet tegenhouden. Kies het leven zoals jij het wenst. Hè? Het is jij die achter het stuur van jouw leven zit. En laat je niet tegenhouden door de verwachtingen of de verwachtingspatronen van anderen. Fantastisch mooie boodschappen. Oké, goed. Ik neem het volgende deck erbij. Alright, can you show me what else I need to know, please, for Leo? For the collective for next week, please. Any general messages? Thank you. Anything
Nothing else, please. Thank you. Wow. Je hebt de snake kaart. De snake kaart die spreekt letterlijk over een transformatie. Jij die aan het veranderen bent, waarbij dat jij ja, je, de huid van je vroegere huid achter jou laat. Hè? De slang die vervelt en die laat zijn huid achter zich om een nieuwe huid te kunnen hebben. Om volledig gehydrateerd terug door de woestijn te kunnen slidderen. Daarover spreekt deze kaart. Hè? Dat is een transformatieproces. Hè? De huid die van jou verandert, de ware jij die naar boven komt, hè? Jij die niet meer laat tegenhouden door anderen enzovoort, wat ik al opgenoemd heb. Mooi, meer vrijheid in jouw leven om te kunnen doen en staan en waar jij wenst, liefste Leeuw. Dat zie ik heel graag. En dan krijg je zo heel mooi ondersteunende kaart, The Guardian Angel. You are not alone. Je bent niet alleen, liefste Leeuw. Het is ook een kaart die je uitnodigt om eventueel eens met je engelen wat meer te spreken. En het is een kaart die zegt, let op de seinen. De seinen, zoals bijvoorbeeld in veren. De veren die geven ons aan dat onze engelen dichtbij zijn. Dat ze eigenlijk rondom ons en aan ons beschermen. Dus het kan gewoon zijn dat jij veel veren ziet volgende week, links en rechts. Dat is een teken dat jij niet alleen bent. Mooi. Oké, het volgende deck. Oké, can you show me what else I need to know, please? For Leo, for the collective. Any more general messages, please? Thank you. Ja, ik voelde het al. Met die Guardian Angel krijg jij ook nog eens de protection kaart. Dat is echt heel mooi, hè? Daarom komen die kaarten naar boven. Echt om te zeggen, liefste Leeuw, jullie zijn momenteel enorm beschermd. Gelijk waar jij heen gaat nu, je wordt ondersteund door het universum. Het nieuwe pad die eventueel voor jou ligt, gelijk welke beslissing jij nu neemt in jouw leven, wat jij ook doet, jij bent beschermd. Dat is een heel mooie onderbruggende, ondersteunende energie die jij nu krijgt. Ja, en de trustkaart. Fantastisch. Vertrouw. Vertrouw in jouw intuïtie. Vertrouw in jouw emoties. Vertrouw dat jij begeleid wordt. Zeker, want hier zie je de nieuwe maan. En in de donker, ja, 's avonds, als we een nieuwe maan hebben, dan zien we meestal niet zoveel. Dus het kan nu wel zijn voor jou dat jij zegt, goh, bepaalde zaken zijn toch niet helemaal zo duidelijk waar ik heen dien te gaan, welke stappen ik dien te nemen, hoe ik moet beslissingen maken, enzovoort, enzovoort. Die onduidelijkheid van de nacht. De kaart nodigt jou uit om vertrouwen te hebben dat het eerste stukje, de nieuwe maan, dat wij ook na 28 dagen, dat wij naar een volle maan zullen gaan. En de volle maan duidt op het feit dat zaken veel duidelijker zullen worden en dat jij zaken kunt afronden. Dus heb vertrouwen, liefste Leo. Mooi, hè? Oké, nog één deck en dan springen we over naar de tarotkaarten. Oké, one more message please for Leo. Can you give me one more message please? One more message for the collective. One more message please for Leo, for the collective, for next week. Yes. Wow. Listening with your heart. I trust the messages I receive from my heart. Nou ja, kijk, het is jullie tijd, hè. Laat het grote, mooie hart van jou maar openbaren, liefste Leeuw. Toon maar je hart aan iedereen en luister bovenal naar die boodschappen die daarin komen via jouw intuïtie, ongetwijfeld. Die boodschappen die zijn er om jou te gidsen. Je bent ondersteund, you are not alone, al deze boodschappen. Maar jij dient wel te luisteren naar die zone. Die probeert jou iets te vertellen. Zeker in tijden als iets niet helemaal duidelijk is. Listen with your heart. Wauw. Oké, mooi. Neem de tarotkaarten bij. Neem algemene boodschappen voor jullie. Kaarten die eruit springen. Ik zal ze tonen aan jullie. En dan enkele die nodig zijn, verklaar ik nog met een tweede deck. Here we go. Can you show me what I need to know, please, for Leo? Thank you. En jij ook? Oké. For the collective, please. Any general messages? Three more cards. For next week, please. Ooh. One more card, please.
One more card for Leo, please, for the collective. Oh, ja, die was dubbel geplooid. Dat heb ik ook nog nooit gehad. Even terug recht leggen. Wat is hier gaande? Ik ga hem geen kaart nemen. Can you give me one last card, please? For Leo, for the collective. Can you give me one last card, please? Had ik nu hier mee? Ja, je bent die dag achter jou aan het laten. Onderaan de dek, mooi om te zien, Six of Wands. Het is een overgangsperiode, jij bent naar succes aan het gaan. Maar ik heb hier te veel veranderingskaarten liggen. Ik heb twee vijven. De vijven voor mij zijn altijd veranderingskaarten. Verandering op het vlak van hoe jij denkt, hoe je naar je leven kijkt, hoe jij denkt tegenover iemand anders eventueel. Opletten voor discussies met deze kaart zou ik aangeven. Opletten voor mensen die niet helemaal correct handelen met jou. Maar het is een veranderingskaart. En een positieve veranderingskaart zal ik er wel bij zeggen. Dit ook is iemand die het eventjes financieel niet helemaal ziet zitten. Deze kaart brengt verandering. Deze kaart brengt meer geluk op financieel materieel vlak ook in jouw leven. En waarom zeg ik dit? Omdat ik de Queen of Pentacles er ook bij heb. Dus die Queen of Pentacles is echt een kaart die aantoont dat jij meer materiële stabiliteit aan het verkrijgen bent in jouw leven. Het zijn kaarten die wel vragen, deze kaart vraagt zeker om gegrond te blijven. Ik denk dat er hier een verschuiving is bij velen onder jullie. Naar de volgende periode, zeker naar de volgende week ook. Ik denk dat je het nu al voelt, ik denk dat je anders begint te denken ook. Doordat jij anders begint te denken, ben jij andere zaken aan het aantrekken in jouw leven die veel positiever zijn voor jullie. En ik denk dat je daardoor meer in jouw kracht zult beginnen te staan. Die je meer geankerd zult zijn ook. Het is een kaart die je dus uitnodigt om ook contact te maken met de natuur. Hè. Zal voetjes dus aarde op het gras zetten. Buiten gaan wandelen, ben je aan de zee, voetjes op het strand, in het water. Connectie maken met de natuur, in het bos, boom aanraken, noem maar op. Hè. Maar het is letterlijk ook twee voeten op de grond houden. Dat is financiële stabiliteit die hier komt voor jullie. En daar zie je een bepaalde soort transformatie. Want die snijkaart ligt hierboven. Die snijkaart, dat was de kaart die zegt dan, jullie zijn hier, de oude jou is aan het lossen, de nieuwe jij staat op. Hè? En dan heb ik het toren erbij. En dan heb ik nog eens een Six of Swords. Dus deze kaarten tonen mij aan dat er hier een shift is. Een shift in de manier hoe jij denkt. Ik heb hier die vijf ook. Ik ga verder een vijf. Five of Swords naar de Six of Swords en die toren ligt daartussen. Dus jij hebt een nieuw inzicht gecreëerd. Iets is er waarschijnlijk gebeurd momenteel in jouw leven waardoor jij nieuwe inzichten aan het creëren bent, als het ware. Waarom dat die toren komt? Die toren komt alleen maar omdat het nodig is. Iets dient afgebroken te worden om iets anders in de plaats te kunnen krijgen. Dat is niet letterlijk iets afbreken, hè? Maar dat is een manier van denken. Dat kan in sommige instanties kan dat ook een relatie zijn die ten val gaat. Waarom? Omdat jij een andere richting ingeduwd wordt. Dat kan een job zijn die je dient te laten. Dat kan een ingesteld zijn die verandert. Hè? Verandering is goed, liefste Leo. Jij bent een fixed sign, dus niet altijd gemakkelijk voor jouw verandering. Jij dient daar ietsje meer moeite voor te doen om dit te aanvaarden, maar het is wel belangrijk in jouw leven. Want deze Six of Swords dan, die toont mij aan dat jij ergens niet meer vastzit, dat er verandering gekomen is door nieuw inzicht, en dat jij daardoor iets achter jou kan laten. Dat jij daardoor jouw huid kan vervellen. En die nieuwe jij, die gaat in die boot en die gaat vooruit. Van de ene oever naar de andere oever. Ja, letterlijk. Het kan ook zijn dat sommigen zullen verhuizen onder jullie met deze kaarten. Maar je bent onderweg nu. Dat is een overgangskaart. Dat is van het ene punt naar het andere punt. Dat is ook een mentale kaart. Hè. Mentaal geeft die aan van, ik blijf volharden. Ik geef niet op. Zelfs desondanks dat ik het eventjes moeilijk heb gehad. Ik geef niet op. Ik blijf vooruit gaan. Wat ik bijzonder vind is dat het hier allemaal kaarten zijn. Het zijn allemaal swords. Dus het toont mij aan dat jij enorm in jouw hoofd zit. En dan vragen die kaarten, hoe lagen ze nu zo? En dan vragen die kaarten om toch ook vertrouwen te hebben in jouw buikregio. Vergeet deze kaart niet. Listen to your heart. Dat is die balans. Die kaart komt om balans terug te trekken. Want als we veel hier zitten, dan missen we soms bepaalde intuïtieve informatie die wenst naar boven te komen. Dus luister goed naar jouw hart. Wat jouw hart jou wenst te vertellen.
Ik had toch, kijk, zie wel, ik had toch een kaart nog die eruit viel. Ik vond hem niet. Die twee laatste kaarten, fantastisch. Letterlijk, hier is een groot hoofdstuk in jouw leven volgens mij dat over is. Als ik de doodkaart krijg en een 10 of sword, ja, dan heb jij hier iets afgemaakt in jouw hoofd. Dan heb jij gezegd, oké, genoeg, het is gedaan, stop. Ik ga gewoon de andere richting uit. Ik heb dit niet meer nodig. Ik rond iets af. Hè. Zij wandelt gewoon letterlijk weg van iets. En zij gaat richting andere, betere oorden. En de doodkaart is de transformatiekaart. Dus Pluto die zegt, eindes, nieuwe beginnen. Ik vind het de meest fantastische kaart in 78 kaart. Ik hou van deze kaart. Ah, dus wees daar niet bang van, hè, die doodkaart. Die doodkaart met de tower, dat is echt omdat iets dient te zijn. Dient te gebeuren in jouw leven om jou te propuleren naar iets nieuws. Weet daarbij dat jij ondersteund bent. Jij bent niet alleen, jij bent beschermd in dit proces. Hoe fantastisch, liefste leeuwen. Wauw. Al zeg ik het zelf. Hele speciale, diepe, diepe lezing. Lang geleden dat ik zo'n mooie lezing heb gehad. Zeer duidelijk voor mij om te zien dat er iets gaande is. Dat is heel leuk. Dat zijn grote hoofdstukken hier die dienen afgerond te worden. Die dienen geshift te worden. Als we het zelf iets niet doen in ons leven, dan zal het universum ervoor zorgen. Dat is een torenmoment bijvoorbeeld. Omdat die wensen dat jij iets inziet. Oké. Can you show me? Ja, can you show me the tower, please? Dat was een Ace of Pentacles die daar lag, maar hij voelt er niet uit. Dus ik ga hem niet nemen. Can you show me one more on the tower, please? Ja. Ik denk, er is hier iets, harde werk wordt beloond. Dat is de eerste. Dat is de eerste boodschap die je krijgt op die torenkaart. Het zijn allemaal kaarten. De Knight of Pentacles gaat traag vooruit. Dus dat is geen snelle kaart. En dan heb ik de Seven of Pentacles. Dat is een kaart die toont dat jij iets aan het leren bent. Jij bent aan het leren hoe je waarschijnlijk dient geduld ook te hebben. Nieuw inzicht te creëren. En je bent letterlijk iets hier van boven iets aan het leren die verandering in jouw leven brengt. En ik denk dat dat zal leiden tot meer stabiliteit in jouw leven. Uiteindelijk. Maar je bent wel iets aan het opbouwen ook. De Emperor ligt hier ook nog eens. Dat is een zeer vaste grote koning energie. Die energieën, die kaarten spreken eerder van ik ben iets aan het opbouwen. Hoe kan ik iets opbouwen door het verleden los te laten? Dus dat zie ik hier, dat een proces is dat jij aan het ondergaan bent nu momenteel. En ik zeg het, hè, je bent van de ene oever naar de andere oever aan het gaan, van het ene naar het andere aan het gaan. Dat is een overgangsperiode. Dus blijf geduld hebben, blijf vertrouwen te hebben in dit proces. Hè. Weet, als die emperor er komt, dat kan ook zelfs iemand zijn die jou kan ondersteunen. Dat is iemand met leiderschapskwaliteiten die jou eventueel kan ondersteunen in dit proces ook. Het zijn kaarten die vragen om gefocust te blijven. Zelfs in tijden als iets niet helemaal duidelijk zijn. Wauw, oké. En dan show me that death card, please. And the Ten of Swords. Hoppa. En op de grond, ja, ik kan dat dus niet uitvinden in zo'n neer. Dan heb ik nog eens de doodkaart. De twee decks. Twee keer 78 kaarten. De mogelijkheid dat jij twee dezelfde, of dat ik twee dezelfde kaarten kan trekken, is in de miljoen. En dan heb ik twee keer de doodkaart. Dus je mag mij dit zeker laten weten, liefste leeuw. Ik ben heel nieuwsgierig. Doodkaart, doodkaart, op elkaar om te verklaren. Er is hier een einde met een 10, ongetwijfeld. Ik steek mijn hand daar zelfs voor in het vuur. er is hier een einde, een afronding van iets in vele van jullie leven, zodanig dat jullie nieuwe fase kunnen ingaan. Dit is een feit. Meer vrijheid, meer knowledge, meer kennis ook. Transformatie. Wauw, fantastisch. Ik ga de lezing hier afronden. Ik hoop dat deze boodschappen correleerden, resoneerden. Mag mij dit zeker laten weten door de video te liken, een reactie na te laten, door je te abonneren. Allemaal fantastisch. Je kan ook op het belletje klikken. Dan word je wekelijks op de hoogte gebracht van een nieuwe video van mij. Helemaal gratis voor jullie. Bij deze wens ik jullie ook nog eens uitdrukkelijk te bedanken voor jullie vele steun. Ik wens jullie te bedanken om te kijken naar deze video. En dan have fun. Maak er een mooi weekend van. Een hele leuke week. En dan hopelijk tot de volgende keer. Dag liefste leeuw.